Wilt u een Snapchat-foto met mij maken? Ja! Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Nou, wel een beetje. Ik vind het wel heel spannend hoor. En wat vindt u dan heel spannend? Nou, ik vind het heel spannend of we meer zetels gaan halen. Want we zitten nu met 2 mensen in de Tweede Kamer. Maar als we kijken naar wat de voorspellingen zijn, dan zouden dat wel eens 4 tot 6 mensen kunnen gaan worden. En dat zou ik heel erg leuk vinden. Wou u vroeger al bekende politicus worden? Nee, dat is eigenlijk nooit een droom van me geweest. Ik wilde eerst dierenarts worden en toen wilde ik journalist worden, net als jullie. Ik hield heel erg van dieren en ik vind de natuur heel erg belangrijk. En dus ik zocht ook een baan om dat te kunnen doen. Dus advocaat van de dieren. Maar dat dacht ik van, ik moet gewoon daar zijn waar regels worden gemaakt. Dat is namelijk in de Tweede Kamer. Dus ik ga samen met anderen een eigen partij oprichten en dat heb ik gedaan. Was u vroeger goed op school? Ja, maar soms ook wel een beetje stout hoor. Ik weet wel dat ik tijdens mijn middelbare schooltijd soms af en toe niet naar school ging. Maar ik leerde heel makkelijk, dus dat maakte niet zoveel uit. En u haalde daarom ook goede cijfers? Of, ja, gewoon 6, 7, soms een 8. Was u vroeger al een fan van dieren? Of fan van pas leren? Toen u later was? Ja, maar ik hield ook erg van gewoon lekker feestjes vieren en lekker spelen en chillen op de bank. Maar ik vond het wel heel leuk dat ik kon gaan studeren, want ik vind het wel heel leuk om dingen uit te zoeken. Als u 1 dier mocht willen zijn voor 1 dag, welk dier zou dat dan zijn? Oh, 1 dier voor 1 dag. Ik denk toch wel een vogel. En waarom dan? Omdat je dan het overzicht hebt. Want vaak heb je het gevoel van, er gebeurt zoveel, maar ik kan het niet allemaal snappen. En er zijn zoveel dingen tegelijkertijd. En zo'n vogel die kan het helemaal goed zo overzien. En dan kun je ook snel kijken van, oh, daar moet het anders. Of daar gaat het goed. En gewoon ook die vrijheid. Dat gevoel van vrijheid. We hebben gehoord dat u geen vlees en vis eet. Ja. Maar was dat vroeger al zo of had u vroeger wel vlees? Ja, vroeger. Ik was best wel een vleeseter. Ja. Ik hield er ook heel erg van. Filet américain en, en hamburger en zo. Dus ik werd vegetariër toen ik 23 was. Dus dat is eigenlijk best wel oud. Want mijn dochters, ik heb één dochter die is 15 en eentje die is 4. Die zijn al vanaf hun geboorte vegetariër. Oh. Ja, dat kan ook. Er is een partij voor de dieren. Maar moet er dan niet ook nog een partij voor de kinderen worden? Nou, een partij voor de dieren is automatisch een partij voor de kinderen en een partij voor de mensen. Want je komt gewoon op voor de stemlozen, voor de allerkwetsbaarste die niet voor zichzelf op kunnen komen. En kinderen met name. Ook omdat wij zien onszelf ook wel echt als een partij voor de kinderen. Omdat wij zoveel belang hechten aan het beschermen van onze planeet. En dat is wel wat we jullie natuurlijk achter moeten laten. Een goede planeet. Wij leren op school dat wij ons goed moeten gedragen en dat we niet tegen elkaar mogen schreeuwen. Ja, wel buiten, maar. Maar als je naar de politiek kijkt, dan zijn sommige mensen doen dan wel te hard tegen hard. Maar wat vindt u daar dan van? Ja, dat is natuurlijk heel raar dat je dan aan kinderen vertelt van, nou, jullie moeten je allemaal netjes gedragen en terwijl dat dan in de kamer niet gebeurt. Dus dat probeer je ook wel elkaar jou op aan te spreken. Net zoals dat ik het heel raar vind dat we van kinderen verwachten dat ze, nou, dat ze alles netjes opruimen en dat ze zorgen dat het niet vies wordt buiten. Terwijl als je kijkt naar wat politici doen, is dat ze gewoon kolencentrales laten bouwen en dat het milieu niet wordt beschermd. Het is heel raar dat we van kinderen wel verwachten dat ze zich goed gedragen, ook ten opzichte van de natuur, maar dat het in de Kamer eigenlijk helemaal niet aan bod komt. Dus zowel niet schreeuwen tegen elkaar, als gewoon je goed gedraagt ten opzichte van iedereen. Wilt u een Snapchat-foto met mij maken? Ja, ja? Leuk. En dan mag u een filter kiezen. Oh. Oké, okay, dan hebben we konijntje. Ja. Zo toepasselijk, hè? Een hondje. En we hebben een muis en een kat. Wat vind jij het leukste? Ik denk het konijntje. Noemen we die? Ja? Ja. 3, 2, 1. Ja. Kunt u dit echt? Nee, laat zien. Dan ga je zo. Alleen maar dit zo. Ja. En dan maak je een foto van. Ja. Oh, kan best wel goed voor iemand die het voor de eerste keer heeft. Hey, dank jullie wel. Heel veel succes, hè? Ja, heel erg bedankt. Dankjewel. Dat was heel leuk. Tot ziens.